Vandaag een antwoord op de vraag van Wenke. Wenke merkt dat ze de afgelopen dagen, dikke week al, met de aanhoudende hoge temperaturen, met de aanhoudende hitte, dat ze zich uitgeput voelt. Lusteloos, futloos, ze heeft totaal geen energie. Ze is niet de enige, merk ze. Er zijn heel veel mensen die zich futloos, energieloos voelen. Maar als ze erover na gaat denken, vindt ze dat eigenlijk best wel vreemd. Want ze doet met dit weer, omdat al snel het zweet eruit breekt en alles haar te veel is, doet ze veel minder dan anders. Dus het energieverbruik in haar lijf is lager dan anders. Maar ze eet wel gewoon behoorlijk regelmatig en ze eet niet heel anders dan anders. En hetgeen haar voeding bevat, dat zijn toch energieleverende, calorieleverende voedingsstoffen als dat net zoveel is als anders. En je doet minder dan anders. Hoe kan het dan dat je je juist energieloos voelt, uitgeput voelt, futloos voelt, lusteloos voelt, nergens zin in? Dat is de vraag van Wenke. Hoe kan het eigenlijk dat menigeen, waaronder ik, zich zo uitgeput voelt met dit soort warme dagen, met deze hoge temperaturen? Nou, Wenke, om dat te kunnen begrijpen, is het belangrijk om te begrijpen wanneer energie geproduceerd wordt in je lijf, waar zoal energie geproduceerd wordt in je lijf, wanneer de energieproductie in je lijf niet zo goed zal verlopen, beperkt zal verlopen in je lijf en wanneer je weinig energie zal ervaren. Jij ervaart, net als menigeen, weinig energie. Jij bent lusteloos, jij bent futloos, wat afgemat, afgevlakt. Het ervaren van iets, ervaren kan je enkel wanneer de prikkelverwerking in je hersenen goed verloopt. En daar is dus een goede energieproductie in je hersenen voor nodig. Dat wil niet zeggen dat wanneer je je uitgeput voelt dat er totaal geen energie is in je lijf, want dat zou niet goed zijn, want dan zou jij niet eens overleven. Maar het kan dus wel zo zijn dat jij je uitgeput voelt van energie, terwijl er wel gewoon energieproductie plaatsvindt in je lijf, er wel gewoon energie is in je lijf, maar dat je dit niet zult ervaren. En dat heeft dan te maken met een slechte prikkelverwerking in je hersenen, een lage energieproductie in je hersenen, een energietekort om prikkels te kunnen verwerken en iets te kunnen ervaren in je hersenen. Nou, wanneer is daar sprake van? Energieproductie. Er is een stofje, een brandstof, genaamd glucose, altijd in jouw bloedbaan aanwezig. Daar kan energie uitgeput worden uit die brandstof. En die is dus altijd aanwezig. Of het nu warm of koud is, dus is altijd glucose in jouw bloedbaan aanwezig. En dan heb je insuline-onafhankelijke weefsels en insuline-afhankelijke weefsels. In de insuline-onafhankelijke weefsels kan altijd enige mate van glucose opgenomen worden. Maar ja, dat wordt opgenomen in die weefsels. Om energie te kunnen putten uit de brandstof glucose, die er dus altijd is, los van of jij dus iets hebt gegeten met nog meer brandstoffen, energieleverende voedingsstoffen, om daar energie ook daadwerkelijk uit te kunnen putten, ja, dat gaat niet overal in jouw lijf even makkelijk. Daarvoor moet glucose moet de cellen in, maar ook in sommige cellen, jouw hersencellen bijvoorbeeld, moet zuurstof, moet daarbij je cellen in. De afbraak van glucose kan leiden tot energie. Maar om energie te kunnen ervaren, hoorde jij net al, moet dat ook wel, die afbraak van glucose, moet ook wel in je hersencellen plaats kunnen vinden. En de, het putten van energie eruit. Nou, in je spiercellen is eventueel anaerobe verbranding van glucose. Dat wil zeggen, verbranding van glucose
zonder zodat daar zuurstof voor nodig is mogelijk. Waardoor in jouw spieren, omdat er altijd wel glucose in jouw spierwissel opgenomen wordt, dat in jouw spieren ook wel enige energie, anaeroob, dus zelfs zonder zuurstof, daaruit geput kan worden in jouw spieren. Maar ja, dat is niet je hersenen. En dus als dat in die energieproductie in je spieren plaatsvindt, zul je het nog niet ervaren. Want dat zul je pas wanneer het hier goed plaatsvindt. In jouw hersenen kan geen anaerobe afbraak van glucose plaatsvinden, maar kan alleen maar verbranding van glucose samen met zuurstof plaatsvinden en dan pas heb jij energie in jouw hersenen. En wanneer de prikkelverwerking dan goed verloopt, dan pas kun je energie ervaren. Dat is dus alleen als het daar goed gaat. Nu is het niet zo dat altijd de opname van zuurstof in jouw cellen even goed gaat. En is het ook niet zo dat altijd elk deel van je lijf, dus zowel je spieren als je hersenen, goed glucose op kan nemen. Waar heeft dat mee te maken? De zuurtegraad in jouw lijf. Wanneer jouw weefsels uitgeput raken van vocht en elektrolyten. Vocht vasthoudende mineralen, basische mineralen. Dan zal de zuurtegraad in jouw weefsels zelf verhoogd raken. De enzymwerking in jouw weefsels zal dan ook verslechteren. Ook wanneer je lichaamstemperatuur verhoogd raakt en niet ideaal is, dan zal de enzymwerking zal verslechteren. Wanneer zal de opname van zuurstof in jouw cellen verslechteren? Wanneer de zuurtegraad te hoog is. Wanneer zal onder invloed van stresshormonen ook de brandstoftoevoer, de toevoer van glucose richting jouw hersenen beperkt worden? En zal deze onder hoge druk, met name naar je spieren gestuurd worden, wanneer er een te hoge zuurtegraad heerst in jouw lijf? Dat wil zeggen dat, ondanks of jij nou wel of niet iets met energieleverende voedingsstoffen hebt gegeten, waar en of er energie en hoeveel energie daaruit geproduceerd wordt in je lijf, dat wordt bepaald door onder andere de zuurtegraad in jouw lijf. En de energieproductie in je hersenen zal dus verslechteren op het moment dat de zuurtegraad in jouw lijf stijgt. En dus zul jij minder energie ervaren, ook al kan er onder hoge druk op dat moment nog wel energieproductie in enige mate in je spieren plaatsvinden, dan is er dus wel energie in je spieren. Dan kun je vechten of vluchten, mocht dat nodig zijn. Maar dan zul jij weinig energie ervaren, lusteloos kunnen voelen en dat is dus wat jij en menig een met dit weer ervaart. En dat is dus iets wat een gevolg kan zijn van een te hoge zuurtegraad in het lijf. Kunnen we dat verklaren? Wat gebeurt er bij warm weer? Bij warm weer wil je lichaam absoluut je lichaamstemperatuur wel optimaal blijven houden. Dus vindt er veelvuldig transpiratie plaats. Transpiratie is verlies van vocht en zouten aan de omgeving. Vocht en zouten die nodig zijn in jouw weefsels om een optimale zuurtegraad in je weefsels te kunnen behouden. Om een goede opname van zuurstof in je cellen te kunnen behouden. Om een goede glucose toevoer richting je hersenen te kunnen behouden. En het putten van energie uit glucose in je hersenen te kunnen behouden. Maar wanneer dus de zuurtegraad in je lijf te hoog wordt als gevolg van warm weer en het vele transpireren, dan zou dus onder invloed van stresshormonen zal de brandstoftoevoer met name naar je spieren gaan, kan daar nog wel enige energieproductie plaatsvinden, maar zal de energieproductie in je hersenen zal verslechteren en dan zul jij dus weinig energie ervaren. Dat is antwoord op je vraag, Wenke.